hebben er bewust voor gekozen om kinderopvang deze legislatuur een beleidsprioriteit te maken. De situatie van Beringen is dat 15% van de geboortes is in een kansarm gezin. We hechten heel veel belang aan de sociale functie van kinderopvang, waarbij dat we uit de cijfers merken dat 2 op 3 niet-kansarme kinderen die komen sowieso naar de kinderopvang. Bij kansarme kinderen is dat maar 1 op 3. En ik denk dat we zo vroeg mogelijk kunnen beginnen met een aantal vaardigheden bij te brengen, ook de manier waarop dat met kinderen opgaan in de kinderopvang. Ik denk hoe vroeger we daarmee kunnen beginnen op vlak van taalstimulering en andere, hoe minder we later in het loopbaantraject van de kinderen moeten remediëren. Al onze initiatieven die staan open voor alle kinderen. We trachten daar heel sterk op te werken dat kinderen zich daar ook goed voelen en thuis voelen. Ook met ouders zetten we daar heel sterk op in. Maar we hebben eigenlijk in het verleden vastgesteld dat voor sommige kinderen onze opvang onvoldoende is. Ze voelen zich daar toch niet goed. Kinderen die soms wat een meer individuele aanpak nodig hebben. We hebben maandelijks heb ik een overleg met de maatschappelijk assistent van de stad Beringen en ook met de pedagogische coach en ook met de verantwoordelijke van de gewone buitenschoolse kinderopvang. Bespreken we kinderen en bekijken we welk traject voor dat kind eigenlijk het beste zou zijn. Is dat de gewone kinderopvang of is het beter in de boomhut waar we kleinschaliger werken, prikkelvrije ruimtes hebben of proberen zo prikkelarm toch te werken? Voor ons is dat een hele grote opluchting eigenlijk. We zijn gerust dat ze, we weten dat ze in goede handen is hier. Hetzelfde als een school en dat ze goed opgevangen wordt en ze leert hier ook veel bij en zo. En dat is positief voor ons. Ik denk dat we als lokaal bestuur 2 rollen hebben. We hebben enerzijds de actorrol. Ik denk als je zelf in het werkveld staat, voel je zelf heel goed aan wat er leeft, zowel bij ouders als bij opvang als bij kinderen. Dus we bieden zelf opvang aan in een bepaald geografisch gebied in onze stad. Daarnaast hebben we denk ik een belangrijke rol die we opnemen is de rol van de regie, waarbij we eigenlijk overkoepelend in een helikopterperspectief ook een aantal zaken op elkaar proberen af te stemmen, mogelijkheden proberen te zien en daar sterk op proberen in te spelen als lokaal bestuur. Wat mij heel trots maakt, is de lach op de kinderen hun gezicht. Echt zien dat ze genieten tijdens het spelen om hier te zijn. Dat je ziet dat ze hier wel heel graag komen.